Stanley Dijksteel, voorzitter van de werkgroep 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid, heeft het evaluatieverslag inzake de herdenking van 46 jaar residentie aan president Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Het verslag is volgens de commissievoorzitter belangrijk als naslagwerk. De strekking van de meeting is geweest om een degelijk verslag aan de president te doen van de werkzaamheden van de commissie sinds de instelling van de commissie. Een verslag van hoe de activiteiten zijn geweest, een verslag van de video's die gemaakt zijn enzovoort. Om zodoende de commissie die hierna volgt de gelegenheid te geven om een goed stukje naslagwerk te hebben, om zodoende het werk te verlichten als het ware, als een volgende commissie aan bod komt en deze commissie gaat bestuderen het verslag en het naslagwerk waarin ook alle notulen en alle oplossingen voor problemen zijn aangedragen, zijn vastgelegd, dan zal het nooit meer zo zijn dat wij twee, drie, vier, vijf weken achter elkaar elke dag moeten vergaderen om dit te kunnen organiseren. Dus eigenlijk, we hebben de residentieviering in een draaiboek met naslagwerk in kaart gebracht en overhandigd. Net als wanneer je een wet maakt, heb je ook een memorie van toelichting. En dat naslagwerk moet je dan zien als memorie van toelichting. Hoe is deze commissie tot die bepaalde besluiten gekomen? En wat waren de obstakels? En hoe moet het opgelost worden? Onder andere precies wat we gedaan hebben. De hordes die we hebben moeten nemen en de oplossingsmodellen die we hebben gehanteerd en aanbevelingen voor de toekomst hebben we gedaan. Wel, de periode is zeer hectisch geweest. Maar ik moet zeggen dat alle commissieleden zeer, zeer gemotiveerd waren. Ze waren altijd op tijd op de vergaderingen. We vergaderden altijd iets langer dan 2 uur per dag. En we hadden een goede motor in de secretaris die ervoor zorgde dat de afgesproken zaken ook werden gemonitord en dat het ook werd nagekomen. Zodat iedereen, ieder onderdeel, of het nou het Nationaal Leger was of het Korps Politie Suriname of DNV of protocol, iedereen was echt gedisciplineerd bezig, niet in hiërarchisch verband, maar in commissieverband, waarbij we wisten dat het resultaat door ons allemaal samen neergezet moest worden. En die cohesie heeft ervoor gezorgd dat wij een goed resultaat hebben neergezet, zoals de president het heeft aangegeven. En die cohesie heeft ervoor gezorgd dat men na de onafhankelijkheidsviering niet te lui was om het verslag ook te maken en te overhandigen. Want na de onafhankelijkheidsviering zijn we nog doorgegaan om het verslag te compileren. Nou, de aanbevelingen die gedaan zijn, zijn aanbevelingen in de sfeer van organisatie. In de sfeer van organisatie waarbij gezegd wordt hoe kan dit beter, hoe kan dat op een andere manier. Maar de hoofdaanbeveling, dat is gedaan aan de president en het is des presidents om daarop in te gaan. En hij zal na beoordeling en nadat hij zijn deskundigen bij elkaar heeft gebracht, zal hij kijken of hij de aanbeveling overneemt. De president zei dat hij tevreden is met het werk van de commissie. Hoe is deze mededeling bij u overgekomen als voorzitter? Wel, die mededeling is een mededeling waarvan je zegt, we hebben ons werk gedaan. En je doet geen werk dat de opdrachtgever niet tevreden is. En als de opdrachtgever zegt dat hij tevreden is, dan wil zeggen dat je je werk hebt gedaan.